Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurocatering en Reclamedeal. Vandaag in Rood-Wit TV een nadere kennismaking met de nieuwe versterking van FC Emmen. Een nieuwe quiz van Karel en Dick Lukien over de kansen van FC Emmen tegen Feyenoord. De eerste speler die 50 wedstrijden gespeeld heeft in de Eredivisie voor FC Emmen. Ja, dankjewel. Leuk weetje. Ja, maar goed, je hebt meer unieke dingen, hè? De eerste goal in de Eredivisie voor FC Emmen, de eerste rode kaart voor FC Emmen en de eerste die 10 gele kaarten heeft gepakt. En volgens mij ook nog de eerste eigen goal, dus staat aardig wel op mijn naam. Ik weet niet of je overal trots op moet zijn, maar op sommige ben ik dat wel natuurlijk. Nou, heb je nog iets op je lijstje, wensenlijstje? Ik kan het zo 1, 2, 3 niet allemaal verzinnen iets. Nou ja, je hebt al bijna van de eigen helft gescoord natuurlijk. Is dat misschien niet? Ik denk dat er al verschillende hele mooie doelpunten gescoord zijn door spelers van Emmen. Maar ja, die mist nog wel vanaf eigen helft, dus laten we dat een keer proberen. Toch beleefde Glenn Bell geen geweldig jubileum. Want hij was schuldig aan de enige treffer van Vitesse, hier gemaakt door Brian Linzen. Tommy Herrie nam mijn positie over. Want jij was weg, even in de aanval. Ik was naar voren. En ja, wij geven eigenlijk gewoon op het verkeerde moment over. Ik was nog niet terug en Linzen was vrij en hij kon hem geven. Dus ja, dat was een verkeerde communicatie. En als je dan gezien bent, nou ja, zoals je het zag, hij kon mij uitblokken omdat hij al aan de binnenkant stond. Ja, dus dat was niet handig. Maar gelukkig voor Bijl pakte Emma alsnog een punt tegen Vitesse. En gaat de Drentse ploeg met vertrouwen richting de Kuip, waar Feyenoord wacht. Een speciaal duel voor de verdediger. Ja, ik heb nog nooit in de Kuip gespeeld. Dus, dat nee, wel... En toch ben je fan van die club, toch? Nou ja, in ieder geval van oudsher toch een beetje, hè? Van verleden. In de jeugd, ja zeker. Mijn familie komt uit Rotterdam, dus dan is het logisch dat je voor Feyenoord bent. Maar langzamerhand is dat wel weggevaagd. Alleen ja, het blijft een mooie club. Ja, je zei het al, voor het eerst dat je daar speelt. Ja, klopt. Een keer op de bank gezeten, een keer geschorst geweest. Ik weet niet wat er allemaal is gebeurd, maar ik heb er nog niet gespeeld en nu wel. Ja, hoe kijk je daarna naar die wedstrijd? Ik kijk er met heel veel plezier naartoe. Ik denk dat wij, nou ja, zoals je zegt, 4 punten hebben gehaald. Feyenoord is een goede doen, maar het is toch een, ja, ze vlammen niet, laat ik het zo zeggen. En hopelijk kunnen we daar wat halen. Ja, toch nog ongeslagen, hè, onder Dick Advocaat. Dus wat dat betreft, ja, is er wat te halen, denk jij? Nee, het gaat zeker lastig worden. Maar ja, je gaat er altijd met gevoel in om punten te halen. En dat gaan wij ook doen natuurlijk. Kan. Ja, zeker. Zeker. Ook in Emmen staken de onderwijzers. En dus was het druk langs het trainingsveld. Natuurlijk om aan het einde van de training een handtekening te scoren. Maar een enkeling zag toch ook duidelijk de contouren van de basisformatie van aanstaande zaterdag tegen Feyenoord. En daarin lijkt deze nieuwe aanwinst Kerim Frey meteen een plekje te hebben gekregen. De linkerspits, die maandag werd gepresenteerd, wordt de rest van het seizoen gehuurd van Besiktas Başakşehir. Frey, die vandaag pas zijn tweede training had op Drentse bodem, heeft zich snel geacclimatiseerd. I'm very happy here. You know, the club they took me really well and the players also, and on the pitch you can see, you know, already the quality. So you know, I'm really happy and I'm impressed here. Yeah. Yeah, and you're gonna play Saturday? I don't know. We will see. Hopefully. FC Emmen captain Anko Janssen en zaakwaarnemer en oud-speler van FC Emmen Milos Malenovic gaven hem uiteindelijk de doorslag om voor Emmen te kiezen. I mean, my agent he said to me, this club is a good club for you. Also, I can say Holland was always a good option for me, you know. And Emma, they really tried to do everything for me, and I made this happen, which I'm really thankful about. So that's why hopefully in return I can show them and please them on the pitch. Yeah. What do you know about this club? I know it's near Germany. About the club, it's I think my agent, he played himself here, so he talked about me, Anko, the captain of the club. He also said good things about it, and yeah, it's a family and traditional club, and which I like. Yeah, you spoke with Anko. Yes, I did. Yes. What did he say?
No, he said I should come and join the club, and would be happy to have me here. De quiz van Karel. Karel? Oh. Nee, hier ben ik, Niels. Heb je weer een nieuwe vraag? Die heb ik. Hoe luidt die? Hoeveel Rotterdammers zijn er zaterdagavond in het stadion? Oh, je bedoelt hoeveel toeschouwers? Ja, mag ook. Ja, waarom niet? Hoeveel toeschouwers zitten er zaterdag in de Kuip? Stuur je antwoord naar fcemmen@rtvdrenthe.nl. En de eerste treffer bij Vitesse Emmen viel in de 19e minuut. En J. Nijkoops heeft het goed en wint 2 kaarten voor een wedstrijd van FC Emmen. Gefeliciteerd. Dick. Ja, het is de Battle of the Dicks, hè, komende zaterdag. En gelukkig slaat de balans nog steeds goed uit naar jouw kant, hè? Nou, laat ik zeggen, het is Feyenoord tegen Emmen. En dat is wel een mooi potje in de Kuip. Avondwedstrijd ook nog, dus ja. Die Kuip is wel, vind ik wel prachtig. En wij gaan er naartoe om onze huid duur te verkopen. Ja, je gaat er naartoe in de wetenschap dat zij onder Dick Advocaat nog niet hebben verloren. Nee, sterker nog, ik geloof 23 uit 9. Dus ja, dat is wel een prachtig moyenne. Dus er zit wel spinnen in die ploeg. En dan zit alles ook mee, want afgelopen woensdag tegen Fortuna waren ze ook niet, dat je zegt, top. Nee, fortuinlijk, hè, was het, ja. Ja, wonnen fortuinlijk, maar er zit wel overtuiging in en vastberadenheid. Dus dat heeft mijn collega Dick goed voor elkaar. Ja, kan je er onbevangen naartoe? Is het gewoon zo? Na 4 punten uit 2 wedstrijden? Nee, ik vind dat wij weer een prestatie moeten leveren en dat gaat niet zomaar. Dus als je bedoelt met onbevangen, dat wij gewoon doen wat we kunnen weer. Ja, dan wil ik dat ook wel onbevangen noemen. Maar het gaat mij erom dat je weer alles doet wat nodig is om daar maximaal te presteren. En dat het dan heel lastig is in de Kuip, ja, dat is al vooral ook duidelijk. Ja, je was zaterdag, of zondag was het, tegen Vitesse boos, hè? In de rust met name. Heb je daar bijvoorbeeld maandag nog over gesproken met de groep? Of is het dan in die rust omgezet, was de tweede helft goed? Laat je het dan zitten? Nee, we hebben beelden erbij gehaald. En ik heb ze uiteindelijk gezegd dat het zit in, want ik vond dat we niet goed waren aan de bal. De eerste helft, maar ook niet goed genoeg verdedigd hebben. Nou, daar laat je dan beelden van zien. En aan het einde heb ik gezegd dat het ons moet sterken. Dat je, als je slecht aan een wedstrijd begint, dat wij dat toch nog blijkbaar om kunnen draaien in Arnhem tegen een goede club. En ik vind dat we de tweede helft ook gewoon echt goed hebben gespeeld. Zeker een half uur lang. Dus dat moet vertrouwen geven. Dus dan moet je weer de goede dingen uithalen. En als we dat doen, als we steeds meer in elkaar en in onszelf gaan geloven. Ja, dan denk ik dat we nog stappen kunnen zetten. Ja, je was rigoureus, hè? Rigoureuzer dan je ooit bent geweest, wil ik niet zeggen, maar dat ben je niet vaak. Wisselen na een half uur, wisselen in de rust. Ja, nou ja, ik denk wel dat ik een rigoureus iemand ben. Alleen als je dat terugvoert naar voor de rust wisselen, nee, dat doe ik in principe niet veel. Alleen ik vond nu dat de wedstrijd, die dreigde echt bij ons vandaan te lopen. En 2-0 voor de pauze is een wereld van verschil met 1-0. Dus zo heb ik ook gewisseld, omdat ik vond dat Clark over Nicolai heen liep. Ja, dat mag Nicolai niet van zichzelf accepteren. En dan is het ook aan mij om in te grijpen, zeker als je een goede bank hebt. Ja, en die bank wordt groter en groter. Tenminste, de selectie wordt groter en groter, want je hebt er weer 2 spelers bij. Vorige week natuurlijk al Atsic, die mag nog niet spelen. Maar deze week Kerim vrij. Wat is dat voor een jongen? Nou, dat is een hartstikke mooie speler. Ervaring in de top. Ze kwam nu vanuit Istanbul. Ja, dat is gewoon een topclub in Turkije. Ploeg waar Edia ook zit of zat. Goede speler en dat zie je gelijk. Die, snel, wendbaar. Lichtvoetig, kwikzilverachtig, passeert makkelijk. Maar ook het spel zonder bal is hij bereid om hard te werken. Ja, dus echt een welkome aanvulling voor onze ploeg. Ja, die hier gooien voor de Leeuwen. Dat zit er dik in. Die gaat gewoon spelen. Dat zit er dik in. Want hij is fit. Hij is fit. En scherp. En we hebben het op de training gezien. Hij is, Hij is wel oké. Volgens mij komt het wel goed. Ja, hij is meer dan oké. Gewoon wat ik net zeg. Een hartstikke prima speler voor FCM. Dus complimenten naar onze scouting en naar uiteindelijk ook het doorpakken van de clubleiding. Omdat we ook vonden dat we dat nodig hadden. En als je dan dit soort mannen binnen kunt halen, ja, zegt dat, en dat heb ik ook al eerder gezegd, zegt dat iets over het ambitieniveau van de club. En dat is mooi om er onderdeel van te zijn. Ja, ik heb vandaag meer positieve dingen gezien. Tenminste, als je puur kijkt naar wie er op het veld staat. Peen trainde volledig mee. Anko Jansen, idem dito. Dat ziet er dus goed uit, hè?
Ja, de ziekenboeg stroomt leeg. Het beste ook op het veld. Nog niet in de groep, maar dat gaat ook heel goed. Ja, de groep wordt ook nog completer. Dus we zijn al groot en het wordt ook nog redelijk compleet. Dus mooie keuzes voor de trainerstaf. Ja, Jansen en Peen zijn dus al zover dat ze ook mee kunnen? Peen nog niet. Omdat de CVO ook nog geen minuut in de tweede heeft gehad. Dus dat is volgens mij eerst de logische weg. En Anko gaan we bekijken hoe die er morgen voor staat. Of die een rol kan hebben richting Feyenoord. Ja, maar zoals het nu lijkt. Als je mee kan trainen morgen, dan neem je mee? Nou ja, kijk, hij heeft afgelopen maandag was het denk ik echt gespeeld. Ja. Een helft, geen reactie gehad. Dus ja, ik denk dat hij een rol zou kunnen hebben. Hamrol zagen we vorige week even op het trainingsveld. Deze week in ieder geval vandaag niet. Hoe is het met hem? Ja, dat gaat ook goed. Is goed uit Duitsland teruggekomen, daar gerevalideerd. En revalideert hier nu verder op het veld. Dus ja, daar plakken we ook geen datum op, maar dat ziet er ook gewoon goed uit. En tot zover Rood-Wit TV van vandaag. Emmen speelt zaterdagavond om 19:15 tegen Feyenoord. En de uitzending op Radio Drenthe begint om 19:30. Graag tot dan. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurocatering en reclamedeal.